Zojuist was hier een klein feestje op het recreatie-eiland Koudehoorn. Waarom? Ja, dat was hier zeker een feestje. En waarom? Omdat we met ferry, ik sta op ferry, van start zijn gegaan. De allereerste vaart werd vandaag officieel geopend door de wethouder Helene van Hooy van de gemeente Teylingen. En we zijn super trots dat we met deze eerste autonome, dus automatische pont, op het water kunnen gaan varen. Hier van rechts Koudehoorn naar Kagerzoom aan de overkant. Kan je zo'n zelfvarend veer vergelijken met een zelfrijdende auto? Dat kan. Er zitten natuurlijk echt wel technische overeenkomsten. En om eerlijk te zeggen, ik kwam ook op het idee voor dit zelfvarend pontje. Omdat we al heel veel zelfrijdende voertuigen in Nederland op de weg hebben gezet. Bijvoorbeeld bij ESTEC, ook bij ons in de buurt. Daar rijden twee automatische shuttles. En deze vaart, dat is toch anders. Dus er zijn ook zeker verschillen. Uiteraard de deining. Je gaat ook omhoog en je gaat omlaag. We hebben hier vier motoren en we sturen eigenlijk met de motoren in allerlei richtingen. En we hebben toch weer ook techniek die je misschien kent van een Tesla. We hebben camera's aan boord en techniek die weer wat verder gaat ook, zelfs LiDAR's. Dus daarmee kan het pontje heel ver om zich heen kijken en ook beslissen of die moet inhouden of gas moet geven. De veiligheid is hier best wel een issue, want we liggen op de grote sloot en de boot vaart, de ferry vaart van Koudehoorn naar Kagerzoom. En het is hier een heel erg druk vaarwater met veel havens. Daar zijn mensen die zich zorgen maken. Ja, dat klopt. En dat begrijp ik ook, omdat het natuurlijk ook nieuw is. En dat is heel vaak met nieuwe dingen. En aan de andere kant, als je dan weer vergelijkt met wat zijn we eigenlijk aan het doen en wat gebeurt hier al. Hè, dan zie je, als we om ons heen kijken, ook mensen in een sloepje. Die huren een sloepje, die gaan voor het eerst varen. Dus daar heb je ook een categorie mensen die eigenlijk best nog heel erg onbekend zijn op het water. En ferry houdt daar in principe rekening mee. We hebben ook bijvoorbeeld zeilers hier naast ons. De zeilschool, mensen die leren zeilen, die hebben dus ook weinig ervaring met zeilen. Nou, ook daar houdt ferry rekening mee. En dat doen we door op ferry, dus niet alleen automatisch te zijn, maar ook gewoon een kaptein te hebben. Dus de veiligheidskaptein op ferry zal er altijd zijn. En de veiligheidskapitein kijkt om zich heen. En kijk nog eens een keer extra van met wie heb ik te maken en hoe moet ik daarmee omgaan. Nou is het varen met ferry is een proef. Daar wordt van alles getest en bekeken. En het duurt tot 1 oktober. En wat gaat er dan daarna gebeuren? Ja, we hopen natuurlijk dat ferry mag blijven. Maar ferry is ook echt bedoeld voor de drukte nu op Koudehoorn in het zomerseizoen. Met name op de vrijdag, de zaterdag en zondag is erg druk. Ook op het enkele bruggetje. Maar we hopen dat ferry het jaar daarop, als het weer een mooi weer wordt, vanaf Koningsdag ongeveer, dat ferry dan weer terug mag komen. Hangt allemaal af van de evaluatie die we samen doen, ook met de omwonenden, met de bedrijven en met de gemeente en met de provincie. En ook voor onszelf wil natuurlijk ook kijken in de toekomst of mensen wel willen betalen voor zo'n service. Dit wordt nu betaald door de provincie, de overtocht is gratis, maar dat kan natuurlijk niet tot in altijd zo doorgaan. Dus we proberen ook te kijken of mensen, net als voor de andere pontjes, 1 euro 1,20 voor een overtocht bereid zijn om te betalen. U heeft zojuist geproost op de eerste overtocht van het allereerste zelfvarende veer in Nederland. Hoe is dat? Heel spannend. Dit is ook mijn eerste keer dat ik een pontje mag aankondigen dat hij voor het eerst gaat varen. En de naam van het pontje is Ferry. En ja, het is echt een bijzonder pontje. U bent wethouder duurzaamheid. Wat is er zo duurzaam aan dit veertje? Het veertje gaat ook op zonnecellen. En we proberen het veertje uiteindelijk onbemand te laten varen. Maar de komende weken gaat het een bemande veer zijn om uit te gaan proberen of alles goed gaat of alles goed werkt zoals het bedacht is. Waarom heeft Teylingen besloten om aan deze proef mee te werken? Een paar jaar geleden was er een hele enthousiaste ondernemer. Hij woont in Warmond en die wilde graag een onbemande pont realiseren. Nou, daar hebben we over meegedacht. Meermaker Teylingen heeft daar een rol in gespeeld. Maar de onderzoeken kwamen uiteindelijk niet verder. Totdat diezelfde ondernemer een subsidieaanvraag heeft gedaan in de provincie Zuid-Holland. En toen zijn dingen in een versnelling gekomen. Ja, en dan wil Teylingen graag zo'n subsidieverzoek aan de provincie. Willen we graag ondersteunen. De proef is 1 oktober afgelopen. Krijgt Teylingen dan definitief een zelfvarend veer? Teylingen gaat niet op de zaken vooruit lopen. We gaan eerst kijken hoe het gaat met deze bemande pont. En ik hoop dat Ferry goed zijn best doet om te zorgen dat de dingen die zijn bedacht, dat die ook daadwerkelijk gaan plaatsvinden. En ja, na 1 oktober gaan we zien wat de proeven hebben opgeleverd en hoe Ferry verder gaat.